Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video over Trucken op zijn Brabant. Zoals sommigen van jullie misschien wel hebben gezien, hebben wij op Twitter, toen wij begonnen, de TOZB skin gepost. En deze video gaat erover hoe jullie deze skin kunnen maken. En ik ga jullie nu laten zien. Jullie zien deze, ja wat is het, draak of zo, het Scania logo aan de zijkant van de truck. En ja, de vrachtwagen is een beetje metaliek blauw. Dus ik ga jullie nu zien welke kleuren blauw wij daar dan voor gebruikt hebben. Wel moet ik erbij zeggen dat je voor deze specifieke skin, deze, de Scania Mighty Griffin pack nodig hebt. De skin die wij gaan gebruiken is de Scania Griffin Radiant Metallic. Dus als je nou geen Scania rijdt of niet het pakket hebt, dan kun je deze kleur niet toepassen, maar daar heb ik zo meteen een oplossing voor. Zorg dit deze metaliek kleur. En vervolgens heb je deze drie vakjes. Ik ga je uitleggen waar we die kleuren blauw vandaan hebben. Je gaat naar beneden. Tot je de Heavy Duty Posh tegenkomt. Nou, voor deze dingen heb je dus ook. Ja, de Heavy Power Cargo Pack nodig. Maar ik denk dat je met deze kleur blauw. Kun je er ook komen van Vision. En dan zet je hem gewoon op zijn blauw. Dus het is heel erg blauw. In ieder geval, je gaat naar Heavy Duty Posh. Je pakt de laatste kleur blauw. En die zet je op zijn vels. Vervolgens zet je die hier zo in je bewaar je hem als gesorteerd. Dan komt hij in een van deze vakjes te staan. Vervolgens zet je hem hier zo halverwege en dan pak je een ander vakje. Dat is namelijk de donkere kleur die er tussen zit als het ware. Ik zal jullie nu nog even laten zien. Hier hebben jullie de lichte kleur. Die. Hier hebben jullie de donkere kleur. Die. En hier hebben jullie weer de lichte kleur. En de kleur van het Scania logo is altijd hetzelfde. Dat is bij deze bepaald. Mocht je nou geen Scania rijden of niet deze pack hebben. Dan heeft Lucas bedacht dat je de... Oh deze, hier staat hij al. Seat moest gebruiken. Dat is dan... Volgens mij sloeg mijn stem een beetje over. Zo, zo. Nee, dan doe ik iets verkeerd. Zo, en dan die donker dacht ik. Zo, ja, zo weer. Nee, andersom is het, jongens. Andersom. En die donker. Nee. Die donker. En die licht. Het ziet er een beetje raar uit, omdat het geen metaliek kleur is. Maar ik vind het eigenlijk goed als je bijvoorbeeld ook gewoon dit. Of eigenlijk is het alles met een beetje blauw. Met twee verschillende tinten is eigenlijk goed. Dus dat is hoe je de TOZB skin maakt. Je kan ook deze in het blauw doen. Hier, dat ziet er ook wel vet uit. Helemaal niks mis mee. Ja, het is wel erg licht. En dit is wel mooier. Maar dan mogen jullie allemaal zelf weten. Alle andere opties van de vrachtwagen mogen jullie zelf weten. Welke cabine dat je gebruikt. Gewoon als dan de kleur weer verkeerd. Welke cabine dat je gebruikt. Ook interieur. We willen graag dat je het 4x2 chassis gebruikt. Dat zit hier zo. 4x2 dat betekent gewoon 1 aangedreven achteras. Met een 4x2 chassis kun je namelijk het side skirts. Zijafscherming, met u noemt, die noemen ze het zijskirts. Je noemt zijafscherming, kun je er dan op doen. En bij de Actos is het geloof ik zo dat je bij een midlift kun je het ook doen, maar dat doet het allemaal niet toe. Je mag alles zelf veranderen en het skinnetje, dat doe je maar gewoon een beetje met dat blauw en dat lichtblauw en dat komt allemaal goed. En dat bedank ik jullie voor het kijken naar deze video van Trucken op zijn Brabant. Bedankt voor het kijken naar deze video van Trucker op zijn Brabant. Vergeet niet te abonneren en te liken en dan zie ik jullie bij de volgende video.